Superfoodie, dankjewel voor het kijken. Dankjewel dat je lid bent van onze community. Ik ben zo verheugd deze content voor je te creëren. En ik ben zo verheugd dat je zorgt voor je lijf en voor je gezondheid. En wanneer je dat doet, doe je dat niet alleen maar voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. Misschien is je echtgenoot of echtgenote op dit moment wel een van de grootste anti-gezondheid personen op deze planeet. Maar wil vooral dan je partner niet veranderen. Besef dat je zelf al veel verder bent in je bewustzijn, in je kennis over gezondheid. En beoefen het zelf. Doe het zelf. Doe het voor jezelf. En andere mensen doen vanzelf mee. Wil ze niet versnellen in hun proces. En vroeg of laat gaat iedereen aan de groene smoothies. Is iets wat ik al meer dan, laat me denken, sinds 2007, 2008 roep. Dus bijna 10 jaar. En ik zal je een klein voorbeeld geven. Mijn zwager, die was altijd zo'n grote anti-gezondheid persoonlijkheid. En die zei altijd, ja, je kunt beter structureel 5 kilo te zwaar zijn dan dat je altijd aan het jojoen bent. En hey, misschien is het waar, maar tegelijkertijd is het natuurlijk een bullshit story. Want kies voor je gezondheid. Zorg goed voor je lijf. Het is het geschenk wat je hebt gekregen. En toen Marjolein, dat is mijn vrouw en ik, gingen trouwen, toen had hij zijn moment gepakt. Namelijk, voor die tijd vroeg hij nog wel eens aan ons, doen jullie dat nog, dat met die groene smoothies? En wij zeiden, ja, dat doen we nog. Hè. Bijna alsof het een dieet was. En Marjolein zei heel liefdevol, ja, ik denk dat ik dat mijn hele leven wel blijf doen. Wat ook nog, tot nu toe nog steeds waar is gebleken. En toen we gingen trouwen, toen zag hij zijn kans. Want toen maakte hij natuurlijk de klassieke PowerPoint-presentatie als iemand gaat trouwen. Met dit waren Jesse en Marjolein voordat ze groene smoothies dronken. Dit waren Jesse en Marjolein 2 weken nadat ze begonnen met groene smoothies. Licht uit, groen uitgeslagen gezichten. En dit waren Jesse en Marjolein 3 maanden nadat ze groene smoothies begonnen te drinken. Met donkergroene, aliengroene gezichten. En dat was zijn kans. Maar 2 jaar later, toen was hij een keertje verkouden voor maanden lang. En was hij bij ons thuis voor iemands verjaardag. En toen zei hij, doen jullie dat nog, dat met die groene smoothies? Ik zei, ja, doen we nog, Lodewijk, doen we nog. En hij zei, ja, kunnen we misschien nog een smoothie maken of zo? Kunnen we misschien een fruitsmoothie maken? Want ik ben al een paar maanden verkouden en ik kom er maar niet vanaf. Ja, dat kan. Misschien ook iets van groentes erin doen, grote vriend. En zo begon hij met groene smoothies. En nu met heel veel plezier laat hij zien hoe hij de groene smoothies maakt. En is hij er trots op en deelt hij dat met ons. En hij is geen superfoodie zoals jij dat bent. Maar groene smoothies heeft hij omarmd. En de reden waarom ik het verhaal met je deel, is jij hoeft nooit een ander te veranderen. Maar daarmee hoef je ook niet jezelf te veranderen. Onze hoogste vorm van zijn als mensen, in mijn ogen, simpelweg in blijdschap zijn. En hoe raken we in blijdschap? Is als we genieten van het proces van wat we aan het doen zijn. Als jij een beslissing hebt genomen om je gezondheid te gaan verbeteren, dan is dat misschien wel een van de meest belangrijke beslissingen die je hebt gemaakt in je leven. Versnel het niet en vooral veroordeel het niet dat het niet snel genoeg gaat of dat je het niet snel of goed genoeg doet. Je gaat in onze community mensen zien die veel verder zijn met hun voeding dan jij. Wij zijn, om het vanuit dat perspectief te bekijken, veel ervarener, doen dit al 10 jaar... hebben onze eigen ups en downs gehad, hebben onze eigen lessen geleerd, moesten ontdekken wat voor ons lichaam werkt. Want ieder lichaam is anders en je pad is ook te ontdekken wat werkt voor jouw lichaam. Waar werkt jouw lichaam goed op? Er zijn verschillende lichaamstypes die op verschillende manieren mogen eten. Er zijn verschillende hormonale disbalansen die op verschillende manieren hersteld moeten worden. Je belangrijkste basis is, ik ben dit aan het doen. Ik ben een superfoodie. Ik zit in het proces van mijn gezondheid steeds verder te verbeteren. En dat is het proces dat we bewandelen. Dat is hoe we het doen.
een stapje beter iedere dag. En dat is altijd zonder oordeel en vooral met heel veel dankbaarheid. En de problemen die hier in mijn pad komen, de uitdagingen, de frustratie dat het even niet lukt en dat het niet snel genoeg gaat, is dank je wel voor de les. Dank je wel voor het inzicht. Dank je wel voor me te helpen helen. Dank je wel voor me te helpen groeien. Dank je wel voor me te helpen mijn leven te verrijken. De beste versie van mezelf te worden. Dat is het pad wat we bewandelen. Vol plezier en blijdschap. Dus laten we samen afspreken dat je op geen moment je lichaam veroordeelt. Dat je op geen moment jezelf veroordeelt dat het niet snel genoeg gaat. Dat je altijd voor dankbaarheid zult kiezen boven welke andere emotie dan ook. Dat je altijd in liefde voor je lichaam zult handelen. Want dat is waar gezondheid begint. Het is het loslaten van hardheid voor je lijf. Want het zijn de mensen. Wij hebben bij Bioprofiel, waarbij we 1-op-1 gezondheidstesten doen, hebben we letterlijk door de jaren heen 10.000 analyses gedaan. En daarna zijn die mensen door een therapeut 1-op-1 geholpen. En het waren altijd de mensen die het voedingspatroon het meest strikt deden, die het meest perfect wilden doen, die alles tot in de puntjes in detail goed deden. Die ook het meest gestrest waren over dat ze het niet goed genoeg deden en die dus de meeste klachten hadden. Kies voor het plezier en de blijdschap. Enjoy the process, want dat is wat we doen als superfoodies. En dat wilde ik je meegeven in deze video. Vanuit mijn hart, dankjewel voor het kijken. We zien en spreken elkaar snel. Tot dan.